bijvoorbeeld wraps en hier staat taart en kaas en hier staat... Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en vandaag heb ik het mega druk. Ik heb net heel even een aparte planning gemaakt omdat ik vandaag simpelweg zoveel moet doen. Waar de fuck komt het geluid vandaan? Ik ben hier aan het schoonmaken ofzo. Ik heb dus een heel lijstje gemaakt met wat ik vandaag allemaal moet doen. Ik weet niet eens of ik alles heb opgeschreven, maar dit moet ik allemaal vandaag doen. Dit is mijn lijstje. Ik moet de vlog van zondag nog editen en uploaden. Die van zaterdag moet ik nog opnemen, editen en uploaden. Van zondag moet ik nog opnemen, editen en uploaden. We moeten boodschappen doen voor morgen. Dan moet ik hapjes gaan maken. Dan ga ik taart maken. Ik moet nog douchen, dat ga ik zo meteen doen. Ik moet de tafel dekken en alle spullen hier neerzetten voor morgen. Ik moet een lijstje maken. Waar moest ik ook weer een lijstje van maken? Oh ja, een lijstje maken van boodschappen van wat we allemaal moeten halen qua hapjes. Ik moet het hele huis nog schoonmaken en ik moet de was nog doen. Wat vind jij ervan, Coco? Deze zooi moet ik ook even opruimen. Dus ik moet vandaag voornamelijk heel veel voorbereiden eigenlijk op het feestje van morgen. Dat is best hectisch en best druk. Maar ik ga eerst wel even beginnen met de vlog editen van zondag in ieder geval. Heel veel een warme kop thee zetten. En daarna douchen en gewoon knallen met die shizzle. Ja, ik moet zoveel doen. Dus ik ga maar meteen beginnen. Ik ben gelukkig op tijd opgestaan. En we moeten... Oh ja, ook papier moeten we ook nog wegbrengen. Weer iets voor op het lijstje. Let's go. Oké, ik heb me inmiddels opgemaakt en haar gedaan. Of in ieder geval, ja, ik ga het niet echt heel erg doen. Omdat ik morgen ga krullen. Dus ik doe het vandaag over een staartje. Ik heb jullie straks natuurlijk de planning laten zien. En dat was een hele hoop. Maar ik heb ook een aantal dingen gedaan. Kijk, ik ga nu beginnen met de video van zaterdag op te nemen. Een voorstukje en een aan het einde. Want dat tussengedeelte, dat hoort zeg maar allemaal bij het hapjes maken en taart maken, bla bla bla. Dus dat is allemaal in één klap. Dus dan heb ik ineens heel veel gedaan in één keer. Wat ik nu ga doen is de video van zondag opnemen. Die ga ik daarna editen en uploaden. Ja, dat ga ik doen. Daarna ga ik schoonmaken. En dan gaan we denk ik boodschappen doen. En dan kan ik een hele rits in één keer afvinken. Maar goed, ik ga eerst eens even de video opnemen over hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. En dat ga ik nu doen. Ja, nu heb ik er tijd voor en zin in. Dus dat ga ik nu doen. En dan kan ik weer drie dingen afvinken als ik daarmee klaar ben. En Milan ligt heel even te slapen, want hij had weer de hele nacht doorgehaald in verband met zijn vage ritme. En die moet ik om 4 uur wakker maken, zodat hij maar 5 uurtjes heeft geslapen. Oh nee, ik moet hem om 5 uur wakker maken. En daarna gaan we dan boodschappen doen. En dan gaat hij vanavond zeg maar gewoon weer vroeg naar bed, samen met mij. Dat is de bedoeling. Dus ik ga nu wel even snel een video opnemen. Oké, lang verhaal kort. Ik had een video opgenomen, toen ben ik echt alleen maar bezig geweest met alle shit die ik moest doen. Nu heb ik meer dan de helft heb ik al gedaan. Maar ik moet ook nog serieus nog best wel wat dingen doen. Ik moet sowieso de video nog filmen voor zondag. En ja, de hapjes maken en dat soort voorbereidingen. Ik heb met Dylan heb ik net heel veel de boodschappen gedaan. 170 euro kwijt. Feestje, yes yes. Mega veel shit. Hierachter staan nog meer tassen. Nou, taart. Ik ga zelf ook nog taart maken. Ja, top. Ja, dan ga ik soms in uitpakken. Dan ga ik denk ik eten maken. En dan weer verder. Ik ga over die batterij van deze kamer ook even in de oplader doen. En ik zweet me kapot. Maar goed. Ik ben echt fucking hard vooruit aan het werken deze dag. Ik ben even alle voorbereidingen aan het treffen voor hapjes wat ik ga maken en zo. Dit is allemaal wat ik straks ga maken. Ik ga wraps maken. Ik ga een taart maken. Die is echt mega simpel. Ik ga... Kochtige dingen maken, ik ga pancakes maken, worsten, een hele kleine worstenbroodje maken, super lekker. En ondertussen ben ik eten aan het koken en ik ben bloemkool aan het maken met een varkensrijsijsje. En Dylan die eet ook mee, dus dat is gezellig. Ik vind het wel leuk eigenlijk, sinds ik om mezelf naar gaan wonen is het natuurlijk altijd zo van, het is best wel visite komen dat ze bijna standaard wel altijd mee eten. En dat is ook altijd welkom is bij ons. Ik weet niet, ik ken ook van die gezinnen die dan gaan eten en zo, dat je dan zeg maar een lichtelijke hint geeft van jullie moeten gaan. Maar bij ons is het eigenlijk meestal wel dat als iemand er is, dan wat vragen van wil je mee eten en dat het ook 9 van de 10 keer kan. Dus ja, dat is wel heel chill en dat vind ik ook altijd heel erg gezellig. Dus ik ben lekker eten aan het koken en daarna ga ik lekker aan de slag en dan vanavond nog schoonmaken en morgenochtend nog wel stofzuigen dweilen. En dan heb ik alles kunnen afvinken wat ik moest doen voor mijn lijstje, dat hoop ik. Dus daar ga ik in ieder geval wel voor. En het eten is klaar, we eten lekker bloemkool met groentesaus en een varkensausijsje. En dit gaan we lekker opeten, ik heb het alweer helemaal gepakt. En Dylan eet ook mee, dus we gaan het lekker opeten. Eet smakelijk! En dit is hoe de keuken er nu uitziet. Jesus fucking Christ. Het is 1:30 en ik ben... Even denken. Ik geloof 8 uur of zo begonnen.
Ik ben echt de hele fucking avond bezig geweest met het maken van de hapjes. Maar ik moet wel zeggen, als ik in de koelkast kijk, dan denk ik wel, we hebben wel lekkere dingen. Hierboven staan bijvoorbeeld wraps en hier staat taart en kaas. En hier staat bladerdeeghapjes, zelfgemaakte tonijnsalade, pannenkoekjes, van die cocktailprikkers. Kipfilet met roomkaas erin en rosbief met roomkaas erin. En daarachter staat ook nog zelfgemaakte eiersalade. En dat heb ik allemaal gemaakt. Goed, ik kan nou de keuze maken of ik nou naar bed toe ga en morgen vroeg opsta. Maar ik ga nog eerst schoonmaken, zodat ik morgen alleen op mijn hoofd te stofzuigen en te dweilen. Want ik wil gewoon dat de keuken netjes is. Ik wil gewoon niet in zo'n teringbende gaan slapen. Dus dat ga ik doen. Oh, oké. Laatste loodjes. 1:15 en ik ben klaar. Ik heb alles schoongemaakt. Ik moet alleen nog stofzuigen aan het dweilen. Maar ja, om 1:15 s'nachts te gaan stofzuigen lijkt me niet zo verstandig. Dus ik ga morgen al stofzuigen en dweilen. En dan ben ik een gelukkig meisje. Want dan is alles schoon en het ruikt lekker. En ik heb mijn hapjes. Dus ik ben heel blij. Het was even veel werk. Het was even druk vandaag. Ik moest gewoon in één klap zoveel doen. En onverwachts kwam er nog visite. En terwijl ik er eigenlijk helemaal geen tijd voor had. Dus het was een hele hectische dag. En vandaar dat ik misschien ook wat minder heb gevlogd dan afgelopen dagen. Omdat ik liep zeg maar over mijn eigen benen heen. En op een gegeven moment was ik van gekkigheid niet meer. Ja, was ik niet meer vrolijk genoeg om de camera aan te zetten. Ik wil heel graag een video opnemen over alle hapjes die ik ging maken. En daar was ik heel leuk mee begonnen. En op een gegeven moment werd het zoveel en was ik zo moe dat ik het heb uitgezet. En dat ik dacht, weet je, ik ga een ander soort video maken. Ik ga gewoon een sfeervideo maken van ons feestje. Dus ja, dat is wel heel erg leuk. Dus dat ga ik doen. En dan zien jullie morgen ook alle hapjes op tafel en zo. Of, nou ja, jullie hebben die video dan al lang gezien. En mocht die video het ook niet zijn geworden, ja, dan is het waarschijnlijk iets anders geworden. Maar ik kon het niet meer opbrengen om leuk te gaan doen voor de camera, zeg maar. En vind ik het niet erg om mijn ware ik te laten zien, want dat doe ik nu ook. Ik ben gewoon heel moe. En daardoor misschien lichtelijk een beetje chagrijnig. Ik wil gewoon heel graag douchen en naar bed. Dus ik ga nu de vlog afsluiten, want morgen wordt het zo'n leuke dag. En ik heb er zo lang naar uitgekeken, dus ik heb er echt zoveel zin in. Oh, ik heb er echt heel veel zin in. Dus ik ga snel slapen, is het eerder morgen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Ik ben heel benieuwd. Hier op Witse kun je dat waarschijnlijk beter zien. Hij reageert wel aardig op een aantal plekken, ja. Ik ben benieuwd. Eigenlijk niet normaal. Teken ik zeg maar, voel je wel plakkaat, maar bij jou is het vooral rood.